Stel je voor, je hebt een achtbaan in je achtertuin. Dan krijg je zoiets als dit. Wauw. Net te laat. Het is vandaag vrijdag. De prachtige mooie dag om No Limits te spelen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. We gaan vandaag achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dat doen we met de hulp van jullie, de fantastische mailtjes. En al is dat nou je eerste project, als dat nou een project ja, die je misschien al eerder hebt gemaakt. Hè, dat je denkt van nou, Vincent mag hem nou wel een keer gaan spelen. Of je hebt er heel lang aan gewerkt. Het maakt eigenlijk niet uit. Het is voor mij en voor jullie altijd een grote verrassing. En dat maakt deze serie misschien wel heel erg leuk om op te nemen. Maar ook misschien wel om te kijken. We gaan beginnen met de allereerste mail en die komt van Tristan. En hij zegt, hey Vincent, ik weet niet of je mijn eerste project naar jou hebt ontvangen, maar goed. Ik heb dit keer een B&M Hypercoaster gemaakt. En nog een kleine kinderachtbaan gemaakt, een kerstlauren bobsled coaster. Ik hoop dat je de banen leuk vindt. Groetjes van Tristan. En tussen haakjes zei hij ook nog, omdat je zo van kiddie coasters houdt. Omdat je zo van kiddie, ik denk dat hij dat bedoelt, ja. Maar één ding snap ik niet, Tristan. Je zegt van je stuurt een B&M Hypercoaster op omdat ik van kinderachtbaan hou. En dan is dit toch niet echt een kinderachtbaan? Daarom heb ik nu een beetje een soort van verwarring in mijn hoofd van ja, maar wat is nou de logica hiervan, zeg maar? Maar dat is er volgens mij niet. We gaan beginnen. Ik zie geen omgeving, geen bomen, geen verdere aanpak. Wel een heel leuk pleintje, maar volgens mij ben je de bomen vergeten. Oh, wacht eens even. Ik snap het al. Je hebt dus twee achtbanen gebouwd. En de groene achtbaan die ik net nog niet zag, excuus, is dus de kinderachtbaan. Maar we gaan voor deze rode, als die er zin in heeft, want tot nu toe staat die stil. Ja, waarschijnlijk is die andere trein bezig met... Oh, ik zag vuur daar. Ik hoop dat het goed gaat. Wat staat die daar lang? Ik heb nu op keer 4 geklikt, maar de achtbaan komt gewoon niet naar mij toe. Wat is dit nou? Is er iets kapot? Ja, ik zie wel allemaal vuur daar branden, maar ik denk dat dat gewoon bij de effect hoort bij de achtbaan. Maar de achtbaan kon gewoon niet meer verder. Hij zit gewoon klem. Ja, dat is niet leuk, maar ik had hem het liefst nog even een ritje willen maken natuurlijk. Ik denk dat ik het project opnieuw start en dan ga ik er gelijk in. Kijk, en dan doet hij het wel. Dit is Avon. En verder ook geen statistieken bij de mail. Dat vind ik ook heel jammer. Probeer altijd je mail een beetje compleet te maken. Ben ik een zeurkous de laatste tijd? Nee, toch? Ik ben gewoon ook niet veel eisend. Ik denk dat het wel leuk is voor jullie, maar ook voor mij om te weten van nou, de achtbaan die is zoveel meter hoog. En heeft een lengte, weet je wel, van zoveel meter. Je moet dat allemaal gaan gokken. En dat vind ik wel leuk, maar ja, weet je, het is wel lastig om soms te gokken ook. Ik denk een lengte van misschien wel 1,5-2 kilometer. Gezien ja, de lengte van de baan, als ik het zo zie. En de snelheid halen wij de 110, 115 kilometer per uur. Sneller zelfs, 131 kilometers. Jeetje, wat een heerlijke vaart. Maar dat mag natuurlijk wel bij deze kiddie coaster. Nee hoor. Het is natuurlijk geen kinderachtbaan. Daar zie ik ook allemaal stenen in de vorm van een T. Waarschijnlijk de T van Tristan. Dat lijkt me dan wel logisch. Maar ik snap niet als je daar dan decoreert, dat je dan niet de rest van de baan meeneemt. Dat snap ik dan niet. Want ik vind de baan super, super vet tot nu toe. Hij heeft ook een plas met water gemaakt. Ook weer omringd met stenen. We gaan eens even kijken. Oh, dit is gaaf. Dit is oprecht een heel leuk gedeelte. Maar is dat niet een standaard gedeelte in No Limits die je kan importeren als een soort van segment? Of nee, een, hoe noem je dat dan in de game? Een bepaald segment, toch? Heet dat zoiets? Nou ja, een baanelement, zo kan je het ook noemen misschien. En dit was de baan. Ik vond hem leuk. Ik vond hem heel gaaf. Ondanks dat hij weinig omgeving had, wel 3 bomen. Wel geteld 3 bomen. En meer dan 200 rotsen is het wel gewoon een hele goede baan in principe. En deze baan geef ik dan ook 3 tonnetjes. Gefeliciteerd met jouw project. Ik ga natuurlijk ook nog wel even die kinderachtbaan doen die hier staat. Een kleine layout, maar op zich denk ik wel dat die heel erg leuk is. En dit is de kiddie coaster bobsled. Ik vind het heel leuk dat mensen dan aan mij denken. Hè, vooral Tristan, dat die denkt van... Hey, Vincent, die houdt van kinderachtbanen. Ik heb speciaal nog naast mijn project een kinderachtbaantje voor je in petto. Ja, dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel erg aardig. Misschien een beetje veel ondersteuningen. Misschien ook een beetje dikke palen. Te dikke ondersteuning voor deze achtbaan. Maar op zich is het wel een leuke layout. Deze achtbaan krijgt voor mij 1 tonnetje. En waarom? Ja, ik vond hem niet heel bijzonder. Maar ik denk ook niet dat je deze achtbaan speciaal voor de mail hebt gedaan. Gewoon als extraatje.
Maar goed, we gaan door. Ik moet niet meer zeuren, denk ik. Ik voel me zo slecht als ik dan zeg maar zo streng ben met beoordeling. Maar het mag wel een keer, vind je niet? Ik vind van wel. We gaan door met de volgende mail. Beste Vincent, hier ben ik dan met een kleine project na twee grote projecten, de Psycho en de Hungarian Horntail. Deze achtbaan is super compact en zou in mijn achtertuin kunnen passen. Mijn achtertuin is ongeveer 20 meter breed en 80 meter lang. De baan is heel compact en heeft niet echt een station, maar ik heb wel mijn best gedaan om hem zo goed mogelijk te maken. Hier zijn de statistieken. Het gaat om een Maurersonne Sea Car Coaster. Een lengte van 470 meter, een hoogte van 21,87 meter en de snelheid is even snel als Joris en het Draak. Met drie inversies, een Immelman, een Zero Giro en een Upstep Underflip. Speciale elementen, Wave Turn of Access Hill en nog een soort Wave Turn-achtig ding. Ik hoop dat je ervan geniet. En nog even iets voor de kijkers. Maak dit AUB niet na, dan blijft het origineel concept. Oh ja, komma, heel erg bedankt. Groetjes van Xander Hond. Nou, dankjewel Xander voor jouw mail. We gaan eens even kijken wat je ervan hebt gemaakt. Ik denk dat wij de snelheid gaan halen van ongeveer 70, 75 kilometer per uur. En dan gaan we dan 75 kilometer. Hij ziet er fantastisch uit. Heel compact ook. Maar bizar, als je dit in je achtertuin zou bouwen. Ik denk dat dat ook best wel wat geld zou kosten. Ja, dan ben je voor 1000 euro nog lang niet klaar natuurlijk. Logisch ook. Heel gaaf. Ook die ondersteuning heb je heel, ja, heel spectaculair in elkaar. Heel creatief in elkaar gezet. Wauw. Dit is echt een hele toffe baan. Je hebt niet echt een omgeving gemaakt. Ik had het heel leuk gevonden als je zeg maar allemaal, ja, een woonwijk had gemaakt. Met allemaal huizen. En dan dit echt een achtertuin. Met zo'n hek eromheen. Echt zo'n heerlijke houten standaard tuinhek, weet je wel. Ja, dat zou leuk zijn geweest. Maar dit was niet slecht. My Backyard Coaster. Dat je ook gewoon precies de afmetingen maakt voor een eigen project is zeer origineel. En ondanks dat we verder geen omgeving zien, ga ik deze sowieso 5 tonnetjes geven. Gefeliciteerd met jouw project. Ontzettend sterk. Echt ontzettend sterk. En ook door de compactheid vind ik hem heel mooi gelukt. Wat een werk is dit om zoiets in elkaar te zetten. Heel knap. Dus nogmaals een shout-out naar jou. En ga zo door met banen maken. Absoluut. Dit was de Backyard Coaster. Het zal maar in je achtertuin staan. Beste Vincent, hierbij een nieuw project. En dit keer met een custom station. Dit was de eerste keer dat ik een custom station heb gemaakt. Het kostte mij veel tijd om het programma een beetje te leren kennen. Maar ik ben zeer tevreden met het resultaat. Ondertussen ben ik bezig met een grote indoor achtbaan. Met een groot custom station. De achtbaan die ik nu heb opgestuurd is een B&M Hypercoaster genaamd Guardians. Ah, vandaar ook de muziek. De statistieken van deze achtbaan zijn als volgt. Het is een B&M Hypercoaster met 0 inversies, een hoogte van 67 meter en een lengte van 1662 meter. En de snelheid mag ik zelf gaan raden. Er zit muziek in het project en er zitten ook draaihekjes in die niet door mij zijn gemaakt. De lucht in dit project zit ook niet standaard in het spel, die heb ik gedownload. Veel plezier met het bestrijden van deze baan. Groetjes van Koen. Heel tof dat je ook erbij vermeldt dat je de lucht niet hebt gemaakt. Ik ga eens even klikken op die link. Environments from HDRI. Oh, het ziet er goed uit zeg. Oké. Okay. Park objects and scripts. Turnstiles. Oh, die kan je downloaden. Ja, de turnstiles. Grappig zeg, al die objecten. Wauw, ik ga er eens een keer naar kijken. Misschien leuk voor mijn eigen project. Ik ben oprecht wel redelijk fan van Guardians of the Galaxy. Ik vind het een fantastische film. Ook de tweede film is ontzettend... Het voelt fris aan. Het is gewoon een hele frisse nieuwe film. Ook al is het een vervolg. En dat hebben ze goed gedaan. En deel 3 komt ooit, ik hoop volgend jaar. En anders in 2022. Volgens mij is er wel een datum geprikt, maar ik weet niet meer welke dat precies is. Maar het duurt nog wel even, dat is een ding wat zeker is. Misschien had je nog wel Guardians of the Galaxy objecten kunnen neerzetten, toch? Maar dat is ook heel lastig hoor, om custom objecten neer te zetten. Goed. Oh, nee. Oh, jongens. Waarom ben ik altijd te laat voor die achtbanen? Ook voorop op het treintje staat Guardians. Heel mooi gedaan. En daar schiet de achtbaan voorbij, terwijl ik erin zit. Daar gaan we dan in Guardians. Erg benieuwd naar deze achtbaan. Gewoon puur door, nou, best wel mooie aankleding van die wachtrij. En ook een pleintje gemaakt. En sowieso, het thema is best aantrekkelijk, vind ik persoonlijk. Ik ben sowieso wel een Marvel-fan. Dus ja, dit past wel zeker in mijn straatje. En ik hoop, oh, dit is gaaf. Zeg, wat een timing. Of dat is gewoon toeval, maar ik vind dat wel heel gaaf gedaan. En die lucht is inderdaad prachtig. Heel erg realistisch ook. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ook al vind ik de lucht realistisch in het origineel, vind ik deze gedownloade environment ook best wel heel mooi eruit zien.
bovenaan gekomen, gaan wij genieten van Guardians. En ik denk dat we wel meer dan 3 tonnetjes gaan geven als ik het zo al zie. Een snelheid van, halen wij de 110. Daar gaan 119 kilometer per uur. Jeetje jongens, wat een heerlijke vaart. En hij ramt er weer doorheen. Zo, prachtig dit. Ook weer die weerspiegeling op dat water. En dan kruist die elkaar dadelijk gewoon. Ja, dit is wel een achtbaan die draait om snelheid. Vooral veel airtime natuurlijk. Ik weet niet of er echt meer misjes in zitten. Valt best wel mee. We komen wel vlak langs de baan. En eigenlijk keren we nu weer een soort van terug naar het Space Station. Of naar de Space Station. En hier dan dat stukje met die prachtige timing. Want ik zie nou niet die baan. Of ik zie nou dat, niet dat andere treintje naar boven opgetakeld worden. Dus dat hadden we gewoon een beetje gelukt daarnet. Misschien was het ook de bedoeling dat ik het tweede karretje zou nemen. Soms dan timen mensen dat. Hè. Die weten van nou, nu gaat Vincent ongeveer wel lopen. En dan gaat hij daar naartoe. En dan is het wel heel mooi als hij de achtbaan zo gaat timen dat hij dan voorbij komt. Dat zou kunnen, hè. Misschien doen mensen dat wel. Wie weet. Maar dan moet ik natuurlijk niks vooruit spoelen. Hè? Want anders faalt het allemaal een beetje. Ik vond hem leuk. Dit was Guardians. Ik ga dit project door het kostuumstation, door gewoon de vloeiende baan, door de muziek, door het thema, alles erop en eraan, 5 tonnetjes geven. Gefeliciteerd met jouw project. Ben je trouwens nog niet geabonneerd? Vergeet dan zeker niet om op abonneren te klikken en op het duimpje om geen 1 video te missen op mijn YouTube kanaal. En voor de mensen die het vorige keer hebben gemist, ik had namelijk gevraagd, maak een kerstachtbaan, stuur hem op. Maar dan wel met de titel kerstachtbaan of de mail kerstachtbaan, dat ik weet dat het gaat om de speciale kerstachtbaan. Dus bouw jouw eigen kerstachtbaan voor mij speciaal. Als je wilt natuurlijk. Doe dat dan snel, want dan kan ik zo snel mogelijk de video opnemen. Ga aan de slag en heel veel succes. Bedankt voor het kijken. Laat vooral natuurlijk een duimpje achter en tot de volgende keer. Doei doeg!